De Revit Quantum is een eendelig pak met een opvallend nieuw design. De texturen die in het leer verwerkt zijn en de opvallende graphics zorgen ervoor dat je zeker niet over het hoofd wordt gezien. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Revit Quantum, beschikbaar bij Motor Kleding Center. De Revit Quantum is gemaakt van een hoogwaardig leersoort en het leer zorgt ervoor dat het extreem slijtvast is, maar tegelijkertijd ook gewoon fijn om je lichaam aanvoelt en aansluit. Verder is het pak aan de binnenkant van de armen verwerkt met een stretchmateriaal en dat zorgt ervoor dat op de plekken waar je die stretch nodig hebt, dat het daar ook verwerkt is. De stretch is gemaakt van een slijtvast materiaal, dus buiten dat het veilig is, zorgt het er ook nog eens voor dat je comfortabel op de motor zit. De Revit Quantum is een pak speciaal ontworpen voor zomersgebruik. Zo zie je op verschillende plekken ventilatie zitten, aan de bovenkant, aan de achterkant en aan de voorkant. En dat zorgt ervoor dat als het wat warmer buiten is, dat je dan ook gewoon in je leren pak gewoon goed doorventileert, zodat het goed uit te houden is op de motor. Buiten dat het een extreem slijtvast materiaal is, is deze jas ook nog eens uitgevoerd op de plekken waar je het meest nodig hebt met protectoren. Zo zien we op de schouders en op de ellebogen. Deze zitten aan de binnenkant, maar dus ook aan de buitenkant. We zien hier aan de buitenkant slijders zitten op de schouders en op de ellebogen. En die zorgen ervoor dat bij een eventuele valpartij dat je die plek ook niet bezeert. Verder is deze jas op de achterkant aan de binnenkant van de jas ook uit te breiden met een optionele rugprotector. Er zit een pocket in een jas en daar kun je dus een rugprotector inschuiven. En die is precies op maat gemaakt, dus dan weet je zeker dat die protector niet kan gaan schuiven mocht je komen te vallen. Ook aan comfort is bij deze jas gedacht. Zo zien we hier het nekkraagje. Deze is afgewerkt met een zacht neopreenmateriaal. Het zorgt ervoor dat je geen irritaties kan krijgen in de nek, omdat het materiaal gewoon lekker zacht afgewerkt is. Ook zien we hier zo een 3D-mesh lopen, die loopt helemaal door naar de voorkant. Het zorgt ervoor dat warme lucht van binnenuit makkelijk kan worden afgevoerd naar buiten toe en koude lucht weer makkelijk wordt opgenomen in de jas, zodat je constante ventilatie hebt. Verder zien we aan de achterkant ook een speedhump zitten en deze bevordert de aerodynamica. Er zit ook een gat aan de bovenkant en hier kun je dus een aansluiting doorheen halen voor je hydropack. Dus die kun je dan ook meenemen tijdens het rijden op circuit bijvoorbeeld en dan kun je die dus makkelijk hier doorheen halen dat die vast zit in je pak. Verder zien we hier ook accordion stretch. Die zit aan de achterkant bij de schouders en bij de rug. Dat zorgt ervoor dat als je wat naar voren zit in een sportievere houding, dat het pak ook makkelijk meebeweegt, zodat je ook gewoon nog comfortabel zit mocht je in een wat sportievere houding zitten. Verder zit ook over de hele stof perforatie verwerkt. En deze zorgt ervoor dat de lucht dus makkelijk erin en eruit kan komen, zodat je gewoon continu koel blijft op de motor als het ook wat warmer is. Als we kijken naar de broek, dan zien we op het zitvlak dat daar een extra stuk stof verwerkt is. Deze zorgt ervoor dat als je op het zadel zit, dat je dan een extra grip hebt, zodat je niet gaat schuiven mocht je even wat lager door de bocht heen gaan. We zien hier ook aan de onderkant een extra stuk stretchstof lopen. Deze is gemaakt op de plekken waar je lichaam net even wat extra ruimte nodig heeft, zodat je comfortabel kan bewegen. Mocht je bijvoorbeeld ook van de motor afstappen, dat je dan ook nog gewoon een stukje zou kunnen lopen, zonder dat het allemaal te strak zit. Als we naar de zijkant van het pak kijken, zien we ook op de armen wat accordion stretch zitten. Nou, ook dit zorgt ervoor dat het de bewegelijkheid van je lichaam in het pak bevordert. Verder zien we hier aan de onderkant nog een vervangbare slijder zitten. Deze kun je eraf halen. Stel je voor dat je op de straat rijdt en je wilt er iets minder sportief uitzien, dan kun je deze dus ook gewoon eraf halen. Nou, als we naar de voorkant van het pak kijken, dan zien we hier ook net boven de knieën ook weer die accordion stretch zitten. Ook dit bevordert weer de bewegelijkheid, dat je gewoon makkelijk in een wat sportievere houding kan gaan zitten en dat het gewoon comfortabel blijft. Ook op de knieën zien we hier die uitwendige slijders zitten. Zitten ook aan de binnenkant zitten protectoren, maar aan de buitenkant is het nog eens extra gemaakt om jou extra veiligheid te geven die je van het pak kan verwachten. Nou, als we nou naar de achterkant van het pak kijken, dan zien we aan de onderkant van de broek ook nog twee ritsen zitten. Nou, en door deze open te maken kun je dus makkelijk als je het pak aantrekt in de broek komen. En door hem weer dicht te doen kun je je laarzen over je broek aandoen en heb je dus één passend geheel. Nou, als we dan naar de voorkant van de jas gaan en we doen de jas open, dan zien we ook dat deze met een lange rits open gaat. Kun je dus makkelijk in. En dan zien we hier ook een zak zitten. Nou, die kun je dus gebruiken om je waardevolle spulletjes eventueel mee te nemen. Niet heel veel ruimte, is ook niet waterdicht, dus hou daar even rekening mee. Maar je belangrijke spulletjes kun je dus gewoon bij je houden in dit pak. Nou, Tommy hier is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 70 kilo en draagt van dit pak een maat 50. Nou, zoals jullie kunnen zien is het pak ietsje te groot. Zorg er altijd voor dat een pak goed strak aansluit. Leer kan altijd nog een beetje oprekken. Dus zorg ervoor dat als je hem koopt dat hij liever iets kleiner zit dan te groot. Zorg er ook voor dat de protectoren gewoon goed over je schouders, over je ellebogen, in je knieën heen vallen. Vooral op het moment dat je op de motor zit, dat het dan goed op zijn plek zit. Dat je zeker weet dat niks kan schuiven mocht je komen te vallen. Nou, wil je dit pak nou proberen of wil je hem bestellen? Dan ben je altijd welkom in een van onze winkels om hem te komen passen.
Ook kun je hem bestellen online via onze webshop. Wil je nou op de hoogte blijven van alles wat we bij Motor Kleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video interessant? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil je weten wat jouw perfecte maat motorpak is? Blijf dan even hangen. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center. Bedankt voor het kijken.